Ik ben aangekomen in Boven-Leeuwen, waar Bas woont. En Bas is muzikant en heeft zijn huis vol Afrikaanse trommels liggen. En eigenlijk voelt Bas zich meer thuis in Afrika dan in Nederland. Dus we gaan eens even kijken hoe dat nou zit. Hallo. Hallo. Ik ben Marleen. Hallo Marleen, ik ben Bas. Hoi. Welkom. Dankjewel. Ik zou zeggen, kom binnen. Ja, dank je. Hoe is het? Goed hoor. Ja. En welkom in Mikasa. Ja, het is een mooie ruime kamer. Ja, lekker hè? Ja. Helemaal zelf verbouwd ooit. Ja. Samen met mijn schoonvader. Hé, hey, ik zie veel Afrikaanse spulletjes hier. Ja, ik ben liefhebber van Afrika en ik geef lessen in Afrikaanse muziek. Vooral met de djembe, dat is een solotrommel van de West-Afrikaanse muziek. Deze heb ik ook gemaakt in Senegal. Die heb je zelf gemaakt? Ja. Oh, wauw. Kom ik heel graag. Ik ben instrumentenbouwer ook, maar vooral ook muzikant. Dus ik heb in verschillende bands gespeeld. Ik heb van Paradiso tot alle grote festivals gespeeld. Dus, maar dan als reggae-artiest. Ja. Maar mijn grote passie ligt bij Afrika. Ja. Dus je voelt heel sterk een binding met de Afrikaanse cultuur? Ja, absoluut, ja. De eerste keer dat ik in Senegal kwam was heel bijzonder. Het was net of ik thuis kwam. De geur, de mensen. Terwijl je toch gewoon verder heel Nederlands bent, toch? Ik ben hartstikke Nederlands. Ik woon in het land van Maas en Waal, boven Leeuwen. Ik heb mijn hele leven lang in Maas en Waal gewoond. Ik heb vroeger nog wel bij de marine gezeten. Dus ik heb wel echt vanaf mijn jeugd, vanaf mijn 17 tot mijn 21ste de hele wereld rondgereisd. En heb je nog meer trommels in huis liggen dan? Kom wel. Er zijn er een paar meer, begrijp ik. Er zijn er een paar meer. Nou, zoals je ziet, oh, wow. Staat hier nog wel iets, hier, her en daar. Dit is bijna een tweede huis. Ja, dit is best groot. Dit is het tweede huis. Deze heb ik zelf gemaakt ook. Hij is niet gestemd nu, maar dat is echt een Afrikaanse harp. Natuurlijk op jonge leeftijd ontmoet en wij zijn wel echt altijd festivalgangers geweest. Wij hebben samen workshops gedaan, ik Afrikaanse dans en Bas djembe. En zo zijn we er eigenlijk ingegroeid. Bas was al wel eerder met het djembe virus besmet. Maar ik ben daar later eigenlijk wel ook veel meer in gaan duiken en dan vooral met de dans ook. Ja. Wat betekent thuis voor jou? Ja, thuis. De plek bedoel je? Ik heb, Afrika is mijn thuis, hier is mijn thuis, aan de Waal. Gewoon de vrijheid, natuur, rust, stilte. Want je komt hier oorspronkelijk helemaal niet hier vandaan, toch? Uit Boven-Leeuwen? Nee, ik kom uit Gouda, dus dat was heel anders. Ja, het contrast kan niet groter. Nee, ja, dat klopt. Ik heb echt, dicht bij de binnenstad gewoond. En nu woon ik hier en ik zit eigenlijk 5 minuten van de Waal af en ik sta zo in het natuurgebied. Dus dat was voor mij in het begin wel heel erg wennen, want het is natuurlijk heel rustig. Ja, nu is het gewoon heerlijk. Gewoon elke dag met de hond erop uit. Lekker in de uiterwaarden, langs de runderen, paardjes. Prachtig. Het is echt super. Ja.